Oké. Jovi en Sienna zijn nu 2 dagen bij ons en ik ga de hele boel nou rustig kennis laten maken met hoe ik eruit zie en hoe dat gaat als wij gaan wandelen. Dan heb ik dit vest aan, dan heb ik voer bij me, dat heb ik nu dus hier in mijn zak. Ik heb dan de fluiten omhangen en de honden zijn los om me heen over het algemeen als ik met ze buiten ben. Dus ik ga nu bekijken hoe Jovi en Sienna reageren op het moment dat ik wat meer al met voer ga doen. Dat ik wat signaaltjes ga geven van iets wat ik graag zou willen zien. Dat ga ik nu gewoon uitproberen. Ik wil weten hoe ze reageren. Natuurlijk Sienna en Jovi, maar ook Duggan, Dakota en Beer ligt daarvoor. Beer is onze coach, die kijkt eigenlijk altijd mee. Op het moment dat ik met voer aan de slag ga, komt ze waarschijnlijk wat dichterbij. Maar dat is niet degene die actief mee moet gaan doen in wat ik hier eigenlijk nu even uit wil proberen. Beer, daar heb ik volledig vertrouwen in. Dat zit wel goed. Dus ik ga gewoon eens kijken wat er gebeurt. Dus hoe reageren ze op het moment dat er voer nu aan te pas komt, wat misschien ook wel eens kan vallen. Gaan we gewoon eens bekijken hoe dat gaat. En dan zie je dat Jovi er nu inderdaad bij komt. En hier hebben we Sienna en Beer komt er dan inderdaad ook bij. En Jovi is echt wel een pittig ding, heb ik gemerkt, in wat ze wil. En doorduwen en kijken of ze ergens bij kan en anderen opzij duwen. Dus daar ga ik nu wel op letten om dat niet te stimuleren. Maar ik wil ook weten hoe het gaat, dus dat gaan we gewoon uitproberen. Flink. En ik ga het woord flink ook introduceren aan flink de nieuwe dames, want daar gaan we mee werken en dat gaat allemaal gebeuren en dat doe ik gewoon allemaal rustig op deze manier en niet te veel gedoe met mijn handen bewegen, met ze alle kanten opzetten en zeggen wat ze allemaal moeten doen. Ik ga gewoon wat uitproberen. Kijken wat er gebeurt op een fluitsignaal. Ja, goed. Dus dan laat ik Jovi en Sienna ook meteen zitten en dan geef ik dat fluitsignaaltje. Dat betekent niet dat ze nu al van alles hebben geleerd en dat het nu allemaal in kannen en kruiken is. Ik laat ze er gewoon kennis mee maken, want dit is wat er buitenshuis gaat gebeuren. Dan gebruik ik fluitsignalen. Dan zijn hun al helemaal gewend om zo dicht bij me te zijn. En ik wil ook kijken hoe hun daar hier in een nu al redelijk vertrouwde omgeving mee omgaan. En dan pas ga ik dat naar buiten brengen, naar het wandelgebied. Dan vind ik het handig dat ik nu al een beetje weet hoe dat reageert. Dus dat ga ik gewoon op deze manier. Super simpel, maar wel effectief. Leek wel of je de drum speelt. Ook mooi hoor. Hartstikke goed. Dus ze gaan goed om met op het moment dat ik voer pak. Dan zie je dus inderdaad dat Jovi naar voren komt. Dat is allemaal helemaal niet erg, maar het zijn constateringen. Het zijn dingen waar ik rekening mee kan houden. Zoals nu wil ik dus tussen hun door naar Beertje. En je ziet ook dat zij niet makkelijk aan de kant gaat. En dat ga ik dan toch doen. Dus dan beweeg ik met die hand naar die kant, terwijl ze niks krijgt. Want ik wil er eventjes tussendoor. Dat is wel iets waar ik, al flinke meid, wat ik gebruik in de communicatie met mijn honden. Ik word daar niet boos om. Dat is allemaal helemaal niet erg. Het zijn constateringen. Ik wil de honden leren kennen. Dat zij dat doet, zegt wat over waarschijnlijk wie ze is of wat ze heeft geleerd. Dat weet ik ook allemaal nog niet. Dat gaan we ontdekken. Andere fluit. Goed, knap hoor. Supergoed.
En zo gaat dat en zo ga ik dat heel rustig uitbouwen. Ik had de dingetjes neergelegd omdat ik niet wist hoe de honden gaan reageren. Soms kan het helpen dat er een itempje ligt om ze daar bijvoorbeeld even op te laten staan of op te laten zitten. Maar dat is bij deze twee niet nodig. Dus dat is helemaal goed. En Dakota vindt dat sowieso prachtig. Dus die mag daar zeker nog even op. En dan zie je ook dat Sienna nu wegstapt. Die heeft daar een reden voor om dat te doen. Die heeft er genoeg van. Die is wat anders van plan. Misschien wil ze drinken. Misschien wil ze gaan slapen. Misschien vindt ze het spannend. Dat geeft niks. En ze staat daar nu gewoon even te kijken. Vanuit de ingang van de serre. En dat is gewoon laten doen. Geeft helemaal niks. Geeft mij informatie. Zegt misschien iets over de concentratie. Zegt iets over de leeftijd. Zegt iets over het spanningsniveau. Zegt iets over het contact met mij. Misschien zet ik nu te veel druk voor haar. Informatie onthouden. Link. Goed. Ga ik weer er tussendoor. Dan zie je al dat dat makkelijker gaat. En zo gaat dat. Dus zo gaat die ontdekkingstocht eigenlijk beginnen. Sienna staat daar te kijken nog steeds in de ingang op een afstandje. Dat is dus prima. Laten gebeuren. Daar is niet van. Die moet hier nu inderdaad ook bij zijn. Het is een heel duidelijk signaal dat het voor haar nu waarschijnlijk voldoende is. Voor redenen die zij heeft. Gewoon accepteren. Niks meer, niks minder. En morgen weer een momentje.